De meeste coureurs zijn volledig uitgerust van een welverdiende vakantie en maken zich langzamerhand klaar voor een nieuw seizoen. Maar er zijn echter een paar coureurs die dit jaar een extra tandje bij moeten zetten, omdat hun contract na seizoen 2022 afloopt. Laten we in eerste instantie kijken hoe de situatie er bij de kerstverse wereldkampioen uitziet. Max Verstappen heeft nog een contract tot 2023 bij Red Bull. Het is alleen niet de vraag of, maar de vraag wanneer hij zijn contract gaat verlengen. Na zijn titelwinst hinten zowel Christian Horner als Helmut Marko op een contractverlenging van de jonge Nederlander. En ook Max Verstappen heeft aangegeven de komende jaren nog actief te willen zijn bij Red Bull. In principe hoeft Lewis Hamilton zich ook geen zorgen te maken. Hoewel nog niemand weet wat hij precies gaat doen, of hij terugkomt of dat hij stopt, heeft hij vorig jaar een contract getekend voor 2 seizoenen. Dat wil zeggen dat hij tot en met 2023 verzekerd is van een zitje bij Mercedes. Als zijn contract afloopt is Hamilton 39 en dan is nog maar de vraag of hij door wil. Ja, en dat zal ook afhankelijk zijn van zijn eigen prestaties, maar ook die van het team in het nieuwe tijdperk. Qua contractlengte staat Lewis Hamilton gelijk met George Russell, want de jonge Brit staat onder contract bij Mercedes tot 2023. 2 jaar dus. Bij Ferrari is Charles Leclerc de man die nog een langdurig contract heeft wat hem tot 2024 aan de Italiaanse renstal verbindt. Carlos Sainz is na het seizoen werkloos aangezien zijn contract dit seizoen afloopt, maar eigenlijk zijn verlenging is ook maar een formaliteit aangezien Italië ontzettend tevreden zijn over de Spanjaard en ook niet de vraag is of, maar de vraag wanneer hij zijn verlenging tekent. Sergio Perez en Yuki Tsunoda zijn de 2 coureurs die dit jaar echt een tandje bij moeten zetten aangezien hun contract aan het einde van dit seizoen afloopt. Nou, hetzelfde geldt voor Pierre Gasly, maar hoewel zijn contract nog tot 2023 doorloopt, heeft hij bij AlphaTauri natuurlijk wel altijd het risico dat hij gedegradeerd kan worden tot reserve of simcoureur. Hetzelfde wat Alexander Albon in het verleden gebeurde. De oude rotten Sebastian Vettel en Fernando Alonso die liggen ook niet vast op na 2022. Nou ja, goed, bij Fernando Alonso is het de vraag of hij na dat jaar nog zin heeft gezien zijn leeftijd. En bij zijn Duitse conculega zal het voornamelijk aan motivatie liggen. Guan Yu Zhou, de enige rookie van 2022, zal zich komend jaar goed moeten bewijzen, want hij heeft er maar een contract voor 1 jaar. En hetzelfde geldt voor Nicolas Latifi bij Williams. Bij Lance Stroll weten we niet precies hoe lang zijn contract doorloopt, maar ja, zolang papa Stroll daar met de scepter zwaait bij Aston Martin, zit hij wel goed. En diezelfde situatie geldt voor Nikita Mazepin. De Rus heeft nog maar een contract voor 1 jaar, maar als hij zijn vader lief aankijkt, zal hij vast nog een jaartje mogen blijven. En dan zijn er nog 2 aparte contractgevallen in de vorm van Mick Schumacher en Alexander Albon. Zij staan in principe onder contract bij Ferrari en Red Bull, maar zijn gestald bij Haas en Williams. Ongeacht de prestaties op het veld zullen het uiteindelijk Ferrari en Red Bull zijn die bepalen wat er met de toekomst van de jongens gaat gebeuren. Schumacher heeft in ieder geval bij Haas een zitje tot 2022, maar als Ferrari junior is hij langer aan het Italiaanse merk verbonden. Daar vergeert hij komend seizoen als officiële reservecoureur. Dus mocht er echt nood aan de man zijn bij Ferrari, dan kan die al dan niet tijdelijk weggeplukt worden bij Haas. Albon's kansen in de Formule 1 leken uitgespeeld toen hij eind 2020 zijn stoeltje verloor aan Sergio Perez. Maar nu heeft Red Bull hem alsnog gestald bij Williams. Wel zijn er afspraken gemaakt tussen Red Bull en Williams, het team dat met Mercedes motoren rijdt. Die afspraken moeten uiteindelijk voorkomen dat Albon informatie over de Mercedes krachtbron meeneemt naar Red Bull. Nou, tot zover deze video. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, like deze video en dan check ik je de volgende.